three, go ahead. Okay, we are here with Benny here in Sportin in Almelo. And begin volgende week de actie for Sportin in Kids for the World. And we just want to get a couple of questions and just talk with Benny a little bit about the action and what I think precies over the actie and how it's going to help Sportin, but also Kids for the World. Yeah. As you that kind of. Wat denk je? Mag wel in het Nederlands zeggen, zo. Ja, Nederlands. Oké. Geen probleem, wat je wil. Nou, ik weet het, dit is nu, volgens mij is dit nu het derde jaar dat we dit gaan doen. En ik leg het ook wel aardig wat schoenen natuurlijk. Dat is een aardige band. En ja, we noemen onszelf eigenlijk voetbal speciaalzaak. Dus dat is, wat dat betreft is het een goede mix, zeg maar. Dus het is een hartstikke goed doel. Ik vind het een leuke actie. Dat je toch mensen zeg maar, dus in de armere landen kunt helpen. En het leuke ervan is zeg maar, dat de voetbalschoenen zeg maar, die vaak te klein zijn, niet weggegooid worden, maar nu een goed doel. Ja, het is, mensen reageren ook allemaal positief. Die zeggen van, oh, goed, gaan we nakijken. Sommigen die leveren zelf meerdere schoenen in. Mag ik er ook meer in leveren? Ja, want ik heb ze thuis staan. Dan schoot ik ze weer. Ja, dat is goed. Dat is helemaal goed. Absoluut. Ja. En hebben we ook deze jaar de polsbandactie. En dat is voor 1 euro krijg je een polsband. En je kan ook op de Sportin en de website van Kids for the World en alles regelen via Facebook. En komt de waardebaan van 250 euro voor Sportin. En verder ik denk. Het is een goede actie. Afwachten wat de mensen, maar ik denk dat de prijs is goed. Het is 1 euro. Ik denk niet dat dat het probleem is. En vooral omdat ze dus op een gegeven moment een kans kunnen maken op die waardebon. Yep. 250 euro, zeg maar. Ik denk dat ze het wel doen. Ja, absoluut. Dat is. Bedankt, Benny. Ja, graag gedaan, joh.